Zo, mooi. Ja, ik sta hier dus in de kleine zaal naast de grote zaal. U ziet dit in de grote zaal en op de livestream natuurlijk. We staan hier met Erik Woning. Hij is projectmedewerker bij Kennisnet natuurlijk. En hij bestiert hier de kleine zaal. Hoe is de stemming momenteel? Ja, supergoed. Zoals je ziet zijn er al heel veel mensen hier. Veel mensen in en uit gelopen al. En iedereen hier komt is echt geïnteresseerd om een paar nieuwe start-ups te leren kennen. En ja, iedereen heeft een leuk verhaal. Dus. Want we hebben hier 9 start-ups staan die onderwijsapplicaties laten zien aan de mensen. En ze kunnen ook stemmen, hè, zie ik. Ja, we hebben voor iedereen een feedbackformulier en een supermooie Kennisnet-pen, die mag je dan houden. Het feedbackformulier willen we heel graag weer terug, want daarop kun je aangeven met wie je gesproken hebt, wat je ervan vond en vooral ook waarom je dat vond. Dus we willen graag weten waarom mensen het supergoed vonden of juist helemaal niks vonden. Ja, want ik zie de bekende smileys uit het onderwijs, een lachende, een gewone en een chagrijnige. Dus het is geen populariteitstest, het is vooral een peiling van de meningen, hè? Goed, nou, ik ben benieuwd wat we hier vanavond te zien krijgen. Ik kom straks nog even bij je terug. Dankjewel. Dus ik denk dat ik maar eens naar de grote zaal ga. Dus ik zou zeggen, power to the people. Start de muziek. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij TikTok Late Night, aflevering nummer 5 alweer. Zoals iedere keer op de eerste dinsdag van de maand, uw portie over informatietechnologie. Wat we ermee kunnen, wat we willen en wat we allemaal gaan doen in de toekomst. Iedere avond hebben we weer een andere partner met wie we dat programma samen doen. En vanavond is dat Kennisnet. Nou, dat kent u allemaal wel, hè? Dat zijn de mensen die ervoor zorgen dat ICT ook werkt in het onderwijs. Natuurlijk prachtig al die spullen. Dat is ook leuk in school, allerlei applicaties, kun je de leerlingen mee bezighouden. Kunnen ze zelf individueel leren, maakt het ook wat spannender. Het is voor de leraar ook makkelijk om een beetje inzicht te krijgen in wie wat scoort. Je kunt ook over de hele scholen kun je al die data verzamelen en analyseren. Waar gaat het goed, waar gaat het mis? Maar, het is natuurlijk wel mooi, al die spullen. Maar het kan ook een meet- en regelsysteem gaan worden, waarin we allemaal leven en dat het apparaat zegt, jij doet het goed en jij niet. Maar wat is nou het verhaal achter al die cijfers? En wie bepaalt eigenlijk de code die zegt wie goed is en wie niet goed is? Nou ja, er zijn heel veel spullen op de markt wat dat betreft. Grote softwarebedrijven, grote uitgevers. Kent ze wel van de congressen met schreeuwerige banners en al dat soort dingen. Wil u overtuigen, dit is het beste spul. Nou, die hebben we dus vandaag niet, want we willen het vooral over de toekomst hebben. Dus we hebben allemaal zeer jonge mensen die net een bedrijfje zijn begonnen met educatieve software. En die staan dus in de kleine zaal hiernaast. 9 stuks, je kunt er dan allemaal testen. En wat kun je dan met die data, hè? En wat vindt u daarvan? En zegt dat ook iets over de toekomst? Nou, wat we verder kunnen met die data, daar gaan we het eerste deel over hebben. Nog meer jonge, innovatieve mensen, die kijken bijvoorbeeld naar learning analytics. Dus je verzamelt data van al die educatieve software en je ziet dan van, daar wordt goed gescoord, daar wordt slecht gescoord. En hoe kunnen we dan bijsturen op die manier? We hebben ook iemand van Quantified Self, die laat zien wat hij al niet allemaal van zichzelf kan meten. Gaat helemaal los, een echte data-fetischist, prachtig. We hebben iemand van Open Data, Hack de Overheid noemen zichzelf, en die kijken dus ook naar onderwijsdata en wat kun je er allemaal mee. En die stellen dat dus vrij beschikbaar voor u en mij allemaal. Apps voor ouders en dat soort leuke grappen en zo. Na de pauze, dan gaan we kijken wat gaan we daar nou mee doen. Dus dan hebben we de dames van de datateams van de Universiteit Twente. Die gaan dus allerlei scholen doormeten om te kijken wat ermee gebeurt. En 2 leiders van middelbare scholen die al hun visie over de toekomst hier gaan vertellen. En met elkaar in debat gaan over wat ICT en data nou gaan betekenen in de toekomst van het onderwijs. Want dat is een beetje de ideologie achter TikTok. Hartstikke mooi, al die apparaten. Maar ze moeten wel doen wat wij mensen willen. En niet andersom. We gebruiken die spullen dag in, dag uit. En dat gaat zo vanzelf. En daarom hebben we deze avond, om er even stil te staan, doen ze wel wat wij willen. Goed. Nou, er kan getwitterd worden. Inmiddels zijn we ook via de livestream live in heel Nederland te bekijken. Ook later weer via de video terug. Wilt u twitteren? Hashtag TTOnderwijs, van TikTok, maar ook trending topic, onderwijs. En dan kunt u gezellig meekletsen. Nou, aan het einde gaan we ook nog bekendmaken hoe de verschillende applicaties hebben gescoord. We gaan ook nog een muzikaal experiment doen. Maar laat ik eerst nog even teruggaan naar de kleine zaal hiernaast. Want daar zijn dus 9 kleine start-ups bezig om te laten zien wat ze kunnen.
Maar niet om u wat te verkopen, maar ook om wat te leren. Hè? Van is dit nou wat? Ik zal eens even kort doorlopen, voor als u straks nog even gaat kijken. Dat is misschien wel leuk. Goed, hier hebben we sowieso. Dat is een soort rekenmodule. Daar kun je sommetjes maken. Maar het ding herkent niet alleen dat je het fout doet, maar ook hoe dat is fout gegaan. Dus dan kan de leraar mooi analyseren van, hey, met breuken, dat gaat niet helemaal goed in de klas. En dat kunnen ze dan ook weer analyseren. Dat is met rekenen. Nou, dan hebben we nog eentje. Doet dat met boeken, van Edumondo. Deze heet dan toevallig Zoeken in de Mist. Dus in plaats van een boek heb je dan op je tablet of wat dan ook doorklikken en zo. Dan past het zich ook een beetje aan je individuele leerstijl en behoeftes en zo. Dus dat is eigenlijk de oude vorm in nieuwe vormen en meer geïndividualiseerd. Dan hebben we Steps to App. Dat is een ding voor ja, op de iPhone of de Android of zo, een appje voor roosterwijzigingen en zo. Je kent dat wel op school, dan zie je zo'n bord met allerlei nietjes en dingetjes, het valt uit elkaar. Nou, nu heb je gewoon een handige app, kun je meteen aanpassen. En daar is wel iets grappigs mee, want je zou denken, dat is ook interessante data om te analyseren. Deze mensen denken juist, nee, in de toekomst wordt privacy veel belangrijker. Dus het ding doet alleen maar roosters en je kan niet zien wie wat doet. Het is juist goed dichtgetimmerd al die data. Dat is ook iets wat we zullen meemaken in de toekomst. Nou, dan hebben we deze nog, de volgende. Dat is de Monster Valley. Ziet eruit als een game. Ja, dat is het ook. Voor mensen die bepaalde cognitieve functies verloren zijn. Het brein blijkt toch plastischer te zijn dan wij denken. Dus met probleemoplossend vermogen, ruimtelijk inzicht en dat soort dingen. Ga je in deze game dat soort vaardigheden weer aanleren. Dat is ook hartstikke leuk, de Monster Valley. Feedback Fruits, dat is een echte nieuwkomer, sterker nog. Ze hadden eigenlijk alleen maar de screenshot van hun homepage. Want 1 september, dan gaat hij pas in de lucht. Maar simpel gezegd, het is een PowerPoint-applicatie waarmee de docent dus zijn lessen kan vullen. Maar de leerlingen ook meteen kunnen reageren. Dus vragen stellen, dingen zeggen, dat gaat wel goed, gaat niet goed. Dus er zit een soort van feedback in deze applicatie voor de leraar. Dat is ook handig. Ik kan ook achteraf weer terugkijken, heb ik het eigenlijk wel goed gedaan. Hè? Nou, dat zijn er meer op specifieke toepassingen toegesneden. We hebben ook nog heel veel zogenaamde leeromgevingen, digitale leeromgeving. Dus bijvoorbeeld deze van Leswijs. Nou, er kunnen ook allerlei uitgevers kunnen daar spulletjes inzetten en zo. En dan kun je ook weer volgen van wie doet nou wat en waar gaat het goed. Kun je een beetje bijsturen. Pulsan is er ook zo eentje, alleen bijzonder daaraan is weer, het staat in de cloud. Nou, de cloud, dat kennen we allemaal, de cloud is nergens. Maar je kunt er wel overal in, dat is hartstikke handig. Dus dat je met je app en iPads en dat soort dingen zo. Op iedere plek kun je dan in die leeromgeving en dan weer kijken van hoe gaat het daar. En je bouwt ook weer een eigen profiel op van dit zijn dingen die je vaak doet. Hè? Dus dat zul je dan wel interessant of leuk vinden. Of daar gaat het vaak mis en dan krijg je extra daarvan. Nou, Schollink, dat is er ook net zo eentje. Het bedrijfje heet Nothing is Unthinkable, dat is ook weer grappig. En ze noemen zichzelf de nieuwe Facebook van het leren. Dus die gaan dan ook onderling van alles met elkaar doen en zo. Dat is ook wel interessant. Tot slot, Studieflow, dat is gewoon heel basic. Allerlei examenvragen die je kunt oefenen. En dat is wel hartstikke leuk. En dat zijn allemaal jonge mensen. Er zitten ook veel mensen bij van de 21 Learners, zoals dat panel heet. Dat zijn jonge mensen die bij Kennisnet advies geven, gevraagd en ongevraagd. We hebben er ook een paar gevraagd om commentaar te geven. Zitten ze er al? Nee, die komen straks nog aan bod. Oh ja, hey, Niels Gouwman. Hey, hoi, Niels, kijk, die zit daar bovenin. Ben je al in de kleine zaal geweest kijken naar de apps? Ja, ik heb er anderhalf gezien ongeveer. Oké. Okay. Ik heb de meeste tijd doorgebracht bij, volgens mij zei je dat hij sowieso heette met die rekensommetjes. Ja. En ik vond het er heel tof uitzien. En ik heb vanuit mijn perspectief geprobeerd te kijken naar alle trucjes die ik vroeger deed om al mijn huiswerk te voorkomen, zeg maar. Dus ik ging schriften uitwisselen met mensen uit andere klassen. Dus dan maakte ik aardrijkskunde en zij maakte wiskunde en dan wisselen die schriften, hoeven allebei maar 1 vak te maken in plaats van 2. Dat werkt niet meer. Nee. Ik twijfel nog even, is dat een goed punt voor leerlingen? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval voor docenten zag ik dat ze bijzonder veel inzicht kunnen krijgen in alles van wat ik dan niet goed zou doen. Oké, okay, dus een positieve smiley voor de leraar en een negatieve voor de leerlingen. Ja, die moeten echt veel meer werk gaan doen dan ineens. Oké. Okay. Nou goed, Niels, er zullen nog meer jongeren erbij komen zitten. De soort, je kent wel de mannetjes van de Muppet Show, die zitten nog hier gewoon vanaf het balkon. En die geven af en toe even commentaar wat zij ervan vinden. Want de jeugd heeft natuurlijk de toekomst. Kijk je naar hun, dan zie je toch weer nieuwe dingen waar wij ouderen niet aan gedacht hebben. Soms werkt het niet, soms is het helaas, je bedrijf gaat failliet, soms gaat het juist hartstikke goed. Maar daar moet je kijken als je kijkt naar de toekomst. Ik wil daarom inderdaad een van de 21 Learners naar voren halen die ook zo'n geweldige applicatie heeft gemaakt. Hij was ooit begonnen bij de Nijenrode Business School, heeft hij niet afgemaakt, want ja, op
zijn 12e begon hij al met allerlei hippe webbedrijfjes op te richten. Zoals Link5, Spudu, YoungBits en StudiFlow. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Edo van Rooyen. Hey Edo, je hebt een paar fans in de zaal, hoor ik. Dus... Ja, dat is het team, hè. Nou, leuk dat jullie er ook zijn. Welkom. Ik ben natuurlijk niet alleen, dat moet even gezegd worden. Ik heb het opgericht met twee medeoprichters en we hebben natuurlijk het beste team in de wereld. En dat zit daar achteraan. That's the spirit, ja. Yes. Yeah. Nou, StudiFlow, daar kun je handige examens mee oefenen en zo. En ik dacht eerst van, nou ja, dat is wel heel basic. Maar dan Learning Analytics. Het gaat niet om wat de individuele studenten beantwoorden, maar jullie hebben inmiddels 3 miljoen examenvragen in de database zitten. Ja, dat is natuurlijk super actueel. Hè? Die kids die zijn net klaar, maar jullie kunnen eigenlijk op basis van die data al voorspellen hoe het gaat straks. Ja. Ik moet even een onderscheid maken om te beginnen. StudiFlow kan je dus online je eindexamens oefenen. Dat betekent dat je dus die oude pdf'jes van vroeger, die dus plat waren, die kan je nu digitaal invoeren en dan wordt automatisch je cijfer berekend. Maar we zijn inmiddels ook overgestapt op het hele leerproces. Dus we doen nu ook rekenen. En dan kan je dus het jaar door rekenen oefenen. En dus de examens zijn we dus 2 jaar geleden begonnen. Begon eigenlijk een beetje als een geintje. En nu oefent 1 op de 2 leerlingen ongeveer elk jaar zijn examens bij ons online. Dus dat betekent dat er elk jaar ongeveer 3 miljoen oefenvragen beantwoord worden. Ja. En dat zijn er een heleboel. Hoe kom je aan die vragen eigenlijk? Nou, leerlingen oefenen de vragen zelf. Yeah? Nou, die komen van het CITO, want dat is gewoon openbaar. Oké, die kun je gewoon herbruiken. Ja, precies. En om dat in een online platformje in elkaar te zetten, vraag-antwoord, dat is eigenlijk niet zoveel werk. Of ben je er echt dag mee bezig om dat te proberen? Het is heel veel werk, hoor. Dat kan ik je zeggen. Ja. Waar gaat de meeste werk in zitten? Nou ja, je moet natuurlijk al die vragen invoeren. Ja. En dat gaat echt om een heleboel examens. Dus je bent wel even zoet, ja. Oké, en dan nog zo enthousiast zijn. Nou, dat vind ik wel echt tof, ja. Hey, maar dan heb je dus die 3 miljoen niet alleen vragen, maar ook antwoorden. Wat kun je daar verder mee? Nou, wat je dus met de data kan doen. Eigenlijk is het de informatie die vroeger in een schriftje verdween, die komt nu online te staan in een platform. En die metadateren wij dus per vak op subonderwerpen en dan ook weer op sub-subonderwerpen. Dat betekent dat je opeens van elke leerling per seconde kan zien wat hij aan het doen was. En dus ook er data uit kan halen die heel interessant is op grotere schaal. Bijvoorbeeld, wij kunnen zien hoe de meisjes in Utrecht met in het vak economie, met subonderwerp kapitaal, het in de maand september hebben gedaan. Dus je kan heel specifiek informatie eruit halen. Maar hoe weet je dat die meisjes van die HAVO in Utrecht zijn? Dan moeten ze inloggen met een echte naam? Of gaat het op een IP-adres of zo? Nee, we zien welke scholen een leerling schrijft zich in met een school. Okay. Een leerling geeft een geslacht mee. Oh, kijk eens aan. Dus je kunt dan per school differentiëren, maar ook per klas, begrijp ik. Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Dan kun je dus precies zien van, nou ja, die school, die klas gaat mis op dat onderwerp. En wat voor dingen komen daaruit ongeveer? Wat we met de examens hebben gezien is dat ze wel geinig... Je ziet opeens het hele oefengedrag van leerlingen. Dus dan ben je ook wel benieuwd, nou, wat voor effect heeft nou GTSD? Of wat voor effect heeft voetbalwedstrijden op het oefenen van het leren? Nou, dan kijk je dus en dan zie je daadwerkelijk dat bijvoorbeeld tijdens de wedstrijden... Ajax in Amsterdam er heel weinig geoefend wordt. Je kan ongelooflijk veel met die data doen. En volgens mij, je hebt een screenshot. Ja, je hebt op het laatste moment dat hij nog even wat screenshots gestuurd. Ja. Ik kan hem misschien wel even erop zetten. Okay. Deze. Want je hebt dus, behalve dat je dus op een heel grote schaal kan kijken naar wat voor invloed heeft de data op landelijke schaal, kan je ook kijken naar wat heb je eraan als leraar of als leerling zelf. En dit is zo'n voorbeeld daarvan. De leraren die een klas met StudiFlow leerlingen hebben, die krijgen zo'n dashboard voor zich. En op dat dashboard zie je, elk bolletje is een leerling. En op de y-as zie je de tijd geoefend, dus de inzet eigenlijk. En op de x-as zie je de vooruitgang van leerlingen. Dit is trouwens nepdata, dus dit is privé. Er staat wel een naam bij. Ja, dat is een nepnaam. Okay. Dus maak maar niet druk. Maar in ieder geval... Wat je dus gaat zien is dat linksbovenin zijn de leerlingen die veel inzet tonen, maar weinig vooruitgang hebben. En rechts onderin zijn eigenlijk de leerlingen die met relatief weinig inzet veel vooruitgang boeken. Dat betekent dus dat je die leerlingen rechts onderin
kan laten helpen bij de leerlingen linksbovenin. Dus je hebt voor het eerst dat je als docent de klas binnenloopt, heb je een gereedschap in je handen waarmee je weet hoe je leerlingen op dit moment ervoor staan. Dus die leraar die loopt de klas uit en ze gaan allemaal zitten oefenen. En die leraar die kijkt dus mee van de achterkant en die komt weer terug en die zegt van... jij en jij gaan even met elkaar kletsen, want hij doet het beter dan jou. Precies. En als leraar zie je dus ook specifiek welke groepjes leerlingen hulp nodig hebben bij welke specifieke subonderwerpen. Dat betekent dat je dus nooit meer een klassikaal verhaal gaat geven. Nee. Want ja, je weet gewoon, dit drie leerlingen hebben dat nodig en die leerlingen hebben dat nodig en die zijn al lang klaar. Ja, maar dan krijg je natuurlijk ook leerlingen die denken, ik heb helemaal geen zin in anderen te helpen. Dus ik vul maar gewoon slechte antwoorden in, want anders ja, maar dan ik straks weer de lul. Dan krijg je geen vooruitgang. Nee. Nee, dus dat helpt je niet vooruit. Oh, en dan krijgen we een andere leerling die jou weer gaat helpen, terwijl je het eigenlijk wel weet. Precies. Ja, dat heb je natuurlijk met die leerlingen, want zodra je een systeem neerzet en ze krijgen feedback, gaat natuurlijk uitproberen van, wat zal er nou eens gebeuren? Tuurlijk, zie je dat ook terug? Nee, heel raar gedrag of zo? Ja, dat is een leuk voorbeeld. We hadden dat dus een tijdje geleden, waren we aan het experimenteren met van die gaming functies. Dus gamification. En wat we dus op een gegeven moment besloten was, laten we eens kijken wat er gebeurt als we muntjes uitdelen aan leerlingen voor het goed beantwoorden van vragen. Dus dan kwam er een heel klein tellertje rechtsbovenin, staat er op de site nu. En daar staat zo'n icoontje van zo'n muntje. En elke keer als je een vraag goed beantwoordt, krijg je 4 muntjes erbij. En we dachten, wat zou dat in godsnaam voor effect hebben? Nou, heel veel dus. Leerlingen oefenen echt serieus veel meer door het krijgen, alleen het krijgen van die muntjes en het krijgen van die positieve feedback op het platform. Oh, geweldig, ja. En met die muntjes kan je verder niks. Dat zou wel leuk zijn als je daar nog kan helemaal niks mee. Maar, ja. Hey, maar we hebben het vandaag over de toekomst. Is dit de toekomst? Ja, absoluut. Maar er moet wel iets bij gezegd worden. Het is niet. Het misverstand is vaak dat dit leraren gaat vervangen. Of dat het op een of andere manier het systeem heel erg gaat veranderen. Maar Waar wij en ik heel erg in geloven, is dat dit juist de leraar gaat versterken. Dit is een extra gereedschap in de handen van de leraar. En het verandert hem van zijn rol van voor de klas staan naar achter de klas staan. Hij wordt opeens een coach die gaat identificeren welke leerlingen er goed en slecht voor staan. En hij kan dus veel beter inspelen op de behoeftes van de klas. Ja. Even checken, zitten hier leraren in de zaal? Leraren, ja? Een paar. Wie van jullie zegt van nou, dit zou ik echt never nooit gebruiken? Ja? En wie van jullie zegt van nou, tof, dat ga ik zeker doen? Nog niet. Categorie geen mening, oh ja, oké. Okay. Wie zegt, nou, ik moet het nog wel even zien. Ja, typisch leraar. Nou, oké. Okay. Ik zou zeggen, ga hem nog even testen, want hij is hiernaast. Hey, super dat je er was. Yes. Nou, we komen straks natuurlijk nog even bij je terug. En tot zo. Hartstikke bedankt. Edo van Rooyen. Yes. Ja, het was wel grappig. Bij Kennisnet zijn ze natuurlijk heel optimistisch over ICT geweest. Hè, de afgelopen jaren. Ja, je kan er zoveel mee, super. En bij hun begint nu ook een beetje een soort van we moeten ook af en toe een beetje kritisch zijn. Hè, want niet alles kan. Kun je dat een beetje voor ons doen? Nou, dus we hebben nu mensen die heel enthousiast zijn over data. En dat ben ik soms zelf ook wel. Maar nu hebben we iemand die is echt super enthousiast over data. Dus je zou bijna kunnen zeggen een data-fetischist die alles meet, vergelijkt van zichzelf. En dan denk je, daar gaat een hele hoop tijd in zitten. Nee, hij beweert dat door dat meten en vergelijken en verbeteren hij juist tijd bespaart. Quantified self noemen we dat. Meet- en regeltechniek in het dagelijks leven. Dames en heren, hartelijk applaus voor Joost Platel. Hey, Joost. Dankjewel, Chris. It's all yours. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Ik ben wat de vreemde eend in de bijt. Ik heb namelijk niks met onderwijs te maken. Maar ik heb wel van alles te maken met QS. Quantified Self. Wie zegt iemand dat wat? Mag ik handen zien. Een 8, 9 mensen. Cool. Hoeveel sensors denken jullie dat ik om heb? 1. Die? Nee. 8. Iemand hoger? 20? 40. Ik gok er rond of, nou ja, ik denk 15 bijna om mijn polsen en nog 25 in mijn zakken. Ze meten vaak wel hetzelfde.
accelerometers, staptellers en dat soort dingen. Maar ook hartslag, glijbaarheid van mijn huid, al dat soort dingen. Eigenlijk meet ik dus een hele hoop van mezelf. Ik kan mijn telefoon uit mijn broekzak halen, appje opstarten en dan daadwerkelijk mijn hartslag meten. Ik weet dat die nou hoger is, maar dat, goed, dat is leuk. Maar dan heb je dus een berg en een berg met data. Zoiets. Dit is wat hoor. Dit is ook data. Hebben jullie een idee wat dit is? Behalve een losse krabbel. Als ik zeg dat het van een computer vandaan komt, kunnen jullie dan al iets meer zeggen? Sorry? Nee. Het zijn mijn muisbewegingen. Gewoon dat je gewoon, je drukt op play en dan neemt hij dus je muisbewegingen op. Ik ben een Mac-gebruiker. Als je een Mac-gebruiker bent en je ziet dit, dan zou je iets moeten herkennen. Enig idee? Als Mac-gebruiker heb je onderin een dock met alle applicaties. En zoals je ziet gaat mijn muis er eigenlijk amper naartoe. Het is namelijk een onding, zo'n muis. Sneltoetsen werken veel en veel sneller. En ik kan het ook met bewijzen, met data, want ik heb dus een grafiek voor, waar het dus inderdaad elke keer naar onder gaat. En nu, sinds ik sneltoetsen ben gaan gebruiken, kom ik er dus achter dat ik met mijn muis veel minder bezig ben. Kortom, bespaart tijd. Al is het maar zo'n klein beetje. Als je dat een jaar lang doet, op een gegeven moment zit het gewoon in je spiergeheugen, dan bespaar je er al zo'n uur per jaar mee. Weinig, maar op lange termijn weer veel, veel meer. Vet. Nog zo'n vaag plaatje. Ja, wat is dit dan? Is geen DNA, al lijkt het er wel een beetje op. Eigenlijk ook niet, maar dit zijn mijn hersengolven. Ik heb het dan zo mooi gemaakt met mooie kleurtjes. En, want het moet er wel een beetje fancy uitzien natuurlijk. Anders zie je zo alleen maar zo'n lijntje in en weer vliegen. Daar kan je niks mee. Maar elk streepje eigenlijk horizontaal, dat is 1 seconde. En als het, je kan het nou waarschijnlijk heel slecht zien, maar je ziet af en toe dus hele korte periodes waarop het lichter wordt. Tenminste, je schijnt vlekken te zien, als het ware. Nou, dat heeft te maken met de manier waarop je bijvoorbeeld dus dingen ziet. Of dat je dus, als je je ogen dicht doet, opeens het patroon verandert. Kortom, dan wordt het opeens veel lichter. Ja, en dit kan je weer aan meditatieoefeningen koppelen. Dus je gaat dan mediteren en dan ga je dus kijken in hoeverre je hersengolven veranderen. Ja, dat lijkt gewoon leuk. Maar nou eens even een echte toepassing, oké? Iedereen slaapt als het goed is 1/3 van zijn leven. Een gezond mens slaapt 8 uur per dag. Een uur min of meer dagen later. Wie van jullie slaapt er slecht? 1, 2, 3, 4. Een aantal mensen. Hebben jullie ook een idee hoe dat komt? Ik wel. Ik slaap gelukkig gezond hoor. Maar ik kan gewoon zelf met een band om mijn hoofd in slaap vallen en mijn eigen slaap meten. En wat je hierachter ziet, dus data van 2011. Ik heb wel meer recente data, maar dit is de mooiste om te laten zien. Dit heb ik namelijk allemaal zelf gebouwd. Maar je ziet hier 4 verschillende kleurtjes. Rood is wakker. Blauw is remslaap, rapid eye movement. Oranje is lichte slaap. En groen is diepe slaap. Nou, wat is daar nou interessant aan? Juist als je dingen probeert te leren, kijk je naar remslaap. Dat is namelijk de slaap waarin je de hersenen het meest actief zijn in het verwerken en in het opslaan van allemaal dingen die je probeert in je hoofd te stoppen. Nou, dus dat wil je natuurlijk verbeteren. Ik heb gelukkig, en daar bof ik mee, buitengemiddelde remslaap. Ik heb ongeveer 50% meer remslaap dan de gemiddelde mens. Maar ik heb weer minder diepe slaap. Diepe slaap is interessant als je topsporter bent of hevig gedronken hebt. Dat zijn dingen waarbij je dus bijvoorbeeld, dat is een slaapfase waarin je eigenlijk je lichaam herstelt. Dus stel nou dat je enorm veel gedronken hebt op de avond. Dan is het interessant om te kijken in hoeverre jouw diepe slaap eigenlijk de rest van je slaapcycli beïnvloedt. Je kan het hier niet heel goed zien, helaas. Maar iedereen heeft een slaapcyclus van 1,5 uur. Als je geen slaapstoornis hebt. Dat soort kennis kan je gebruiken om je slaap een beetje te hacken. Ik slaap af en toe wel eens 3 uur of 4,5 uur per nacht. En waarom nou specifiek 3 en 4,5 uur? Als je dat een beetje timed, en vooral met zo'n slaapmonitor, die je dan ook precies op het goede moment kan wakker maken, kan je precies op een moment wakker worden waarop jij het meest
plezierigst wakker wordt. Hebben jullie dat wel eens? Dat je echt soms niet je bed uit te krijgen bent omdat je zo moe bent? Ja, heb ik af en toe ook, want dan doet hij dat ding het van mij niet. Dus er zit nou ja, fouten. Maar heel vaak kan ik gewoon met zo'n apparaat mijn wekker zo timen dat ik precies op het goede moment wakker word. Poep, zo het bed uit. Nou, dat is, noem je nog eens een keer met het goede been het bed uitstap. Nog zoiets. Dit zijn mijn bloedwaardes. En nou hadden we het over privacy en data. Het lijkt een fetish, maar het valt best wel mee. Maar dit is data van mij. En als je het normaliter van een dokter krijgt, is het een lijst met getalletjes. Kan je niks mee. Als je er geen kennis van hebt, weet je niet of een getalletje omhoog moet of omlaag moet. Stom. Maar met zo'n grafiek, zoals je hierachter ziet, je kan precies zien dat mijn cholesterol kantje boord is. Dus die moet misschien naar de groene kant op. Kortom, die moet omlaag. Cholesterol weten de meeste mensen wel. Maar als ik zeg triglycerides, moeten die omhoog of omlaag? Who knows? Nu weet je het wel. Ja. En al die data wordt mogelijk gemaakt eigenlijk door verschillende sensoren. Ik noemde het al, ik heb er nou een hele hoop om. Ik zal ze even noemen. Een BASIS, dat is een horloge, die meet hartslag continu. Zweet, dus hoeveel je huid glijdt als het ware. Temperatuur en ook beweging. Fitbit Flex meet ook beweging, zit tevens ook een wekker in. Als je dan met z'n tweeën naast elkaar in bed slaapt met je partner, maar je wil niet wakker worden van andermans wekker. Zo'n dingetje is een oplossing. Dit is ook beweging. Dit is temperatuur en dit is ook beweging en vervolgens ook nog hartslag. Ik heb ook nog een stappenteller in mijn zak zitten. Het synchroniseert ook nog allemaal, dus het kost echt twee vingers in de neus. Je zet je telefoon eens een keer aan en je zegt sync, 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 klaar. 10 minuten per dag, hoogstens. Hetzelfde geldt voor je slaap. Gaat allemaal automatisch. Waar gaat dat nou heen? Even kort. De Zio, dat is de slaapmonitor. Niet meer kopen, die is failliet, helaas. Jammer. Bovenste is een weegschaal, die twittert wat je weegt. Optioneel, hè? Hoeft niet. Maar hij synct het wel met de cloud. Dat is leuk, want dan kan je dat vervolgens weer gaan koppelen aan je stappenteller. En met die stappenteller kan je vervolgens precies zien hoeveel calorieën je verbrandt. Want dat is deels afhankelijk van je gewicht en je lengte. Je lengte verandert niet zo snel, maar je gewicht wel. Ja, super interessant. De laatste, dat groene ding wat je ziet, dat is een bloeddrukmeter. Ik wist dat mijn hartslag te hoog was toen ik... Nou ja, te hoog. Het was hoger dan normaal. Ik heb daar tegenwoordig iets anders voor. Dit is een iPhone-hoesje. En dan kan je gewoon je vingers opleggen en dan druk je op die app. En dan begint hij gewoon met het meten van je hartslag. Super relevant. Tenminste, vooral als je geïnteresseerd bent in hoeverre je dat kan verbeteren. Ik geef nou inmiddels wel vaker presentaties en elke keer zie je gewoon hoe dat verandert. En ook vooral als je dus ziet dat je bijvoorbeeld 15 minuten van tevoren heel erg zenuwachtig bent, 10 minuten nog meer, maar 5 minuten van tevoren maakt het eigenlijk helemaal niks meer uit. En dan is hij weer terug naar normaal. En dan als je het podium op moet, oh, toch nog eventjes weer snel omhoog. Dat soort dingen zijn heel erg interessant, omdat dat data is die voorheen nooit zichtbaar was. Kortom, de Quantified zelf maakt data zichtbaar die we eerst nog niet zagen. En ik wil jullie eigenlijk meenemen naar wat er ongeveer nog komen gaat. Wie van jullie weet niet wat dit is? Dit is Google Glass. Dit is een bril, alleen zit hij dan niet voor je ogen, hij zit iets hoger. En daar zit eigenlijk alles in. Als je bang bent dat leerlingen spiekbriefjes gaan maken, dan moet je ze vooral zo'n ding geven. Dan kan je gewoon met je ogen knippen en dan maakt hij een foto. Dit heeft een hele hoop implicaties. Daar mag je allemaal privacy dingen over zeggen. Het is iets wat voorheen technisch heel moeilijk was om te maken. En nu is het er opeens. Dus mensen gaan er hoe dan ook een keertje mee aan de slag. Dit is nog vooral, zeg maar, je koopt dan één keer een device en dan ben je er. Dan heb je iets. Dit is al een stukje meer. Ik heb hem hier op mijn pols, dat is dit dingetje. Wat je ziet is eigenlijk een temperatuursensor, een bewegingssensor en een eenkanaals EEG of ECG. Voor de mensen die dat zeggen, dat is hartslag of hersengolven. Maar die dingen kosten $35 en €35, $50. En die koop je gewoon uit Taiwan en dan kan je zelf lekker mee gaan knutselen. Dat breidt eigenlijk voort op dit. Wie van jullie kent de DIY movement, de do-it-yourself movement? 1 iemand, 2, 3. Ik zie wel wat handen. Als je denkt dat dit soort ontwikkelingen
gewoon alleen door de grote jongens zoals Google kunnen worden gebouwd, heb je het mis. Dit soort sensoren, als die alleen maar goedkoper worden en opener, worden ze hoe dan ook kleiner, sneller en raken ze met steeds meer dingen verbonden. Ze gaan met elkaar praten, ze gaan slim communiceren. Het zijn gewoon ontwikkelingen die binnen nu en 5 jaar gewoon normaal worden. Door de jeugd, let wel. Ik hoop dat ze jullie meenemen. Ik loop zelf ook al achter, merk ik. Dus, dit is een Raspberry Pi. En dit is een computer die koop je voor 35 pond. Nou, 25 pond zelfs heb je de goedkoop. 15, ik weet het niet precies. Kost helemaal niks. Dat ding is zo groot als een creditcard, hè? Plug je een USB-kabel in. Klaar, doet het. Heb je alles, heb je Linux, alle software draait erop. Dat is allemaal wat er gaande is. Terug naar de Quantified zelf. Dat gaat eigenlijk alleen maar over jezelf. Als je denkt dat dit een geringe beweging is voor mensen die inderdaad een fetish hebben. Het zijn wel bijna, dit is een oud screenshot, maar inmiddels zijn er meer dan 20.000 man die dan zo'n fetish hebben. Dat is wel een aardige hoeveelheid wereldwijd. 3 weken geleden hadden we de tweede conferentie in Europa. En in oktober staat de volgende gepland in San Francisco. Dank jullie wel. Goed. Dankjewel, Joost Platel. Alsjeblieft. Nou, en op de site is natuurlijk live te volgen hoe het gaat met zijn bloedsuiker, spanning en al dat soort dingen. Hartstikke leuk. Jezelf hacken, dat is misschien inderdaad een betere term voor zoiets in plaats van datafetischisme. Dat je onderzoek van wat voor data heb je zelf allemaal. Nou, zoals jullie misschien ook wel weten, bij TikTok zijn we dol op hackers. Iedere keer zijn er wel weer een paar bij. En vooral ook de hackers die zich maatschappelijk verantwoordelijk voelen. Dus die kijken van ja, wij hebben gewoon recht op dit soort data, want het is ook van ons. Nou, zo'n club is Hack de Overheid. Er zitten ongeveer 1000 programmeurs die allerlei bestanden bij de overheid losweken, hacken, kapen, vragen, soms met een wet openbaar bestuur, hoe dan ook. Ze halen die rauwe data, halen ze dus uit de overheid, want het gaat over ons. En daar kunnen wij dan vervolgens van alles en nog wat mee gaan doen. En dat zijn ze nu ook aan het doen bij het onderwijs. En degene die dus open onderwijsdata als project leidt, die hebben we hier. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Alette Baartmans. Hi. Nou, Alette, welkom hier bij Tech Talk. Ik zei net 1000 programmeurs. Maar je bent eigenlijk sociale wetenschapper, hè? Net als ik. Klopt. Hoe kom je dan bij die hackers terecht? Ik kreeg een mailtje, bel me voor 3 uur. Ze zijn heel communicatief vaardig. Ja. En toen heb ik gebeld en toen zochten ze een onderwijsspecialist die ook met hackers kan praten. En die gave, die heb ik. Ah, kijk ja, eens aan. Misschien juist omdat ik sociale dingen heb gestudeerd, dat ik ze beter snap. Een soort vertaler tussen de hackers en de mensen, ja, zoals hier natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Open onderwijsdata. De onderwijsinspectie, OCW, allerlei clubs verzamelen data over scholen. Ja. En die brengen jullie vrij. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe gaat dat in zijn werk? Wij werken volgens de wet openbaar bestuur. Dus we hacken zelf niet. Hacken betekent dat je in een systeem gaat waar je niet in hoort te zijn. Wij praten met heel veel partijen in het onderwijs. Met het ministerie, maar ook met inspectie en de duo. Om te zorgen dat zij meer data die open kan... openmaken. En open kan betekent dat ze niet privacygevoelig is. Dus data die gaat over leerlingen of over docenten zelf, dat is niet de data waar wij naar op zoek zijn. Het gaat niet over individuen, nee. Het is samengevat. Het gaat over data waar wij allemaal van kunnen leren, bijvoorbeeld over financiën van instellingen. Nou, daar zijn vaak, is daar wanbeleid en dan horen wij dat via de pers. Maar dat zouden we daar constant inzicht in moeten hebben. Ja. Ja. Dat is een soort recht van de burger, want we betalen belasting, dus die overheid moet het ook laten zien. Dan kan ik me voorstellen, er zijn al veel bewegingen op dat gebied. Vensters voor verantwoording, de mensen uit het onderwijs kennen dat misschien wel. Echt de kikke website, daar kun je natuurlijk precies aanklikken van nou die school, daar heb je zoveel uitval, ze hebben ongeveer zoveel leraren per leerling, financiën zijn wel of niet op orde, de gemiddelde cijfers op de CITO, je kan het allemaal vergelijken, dat is eigenlijk wel open data dus. Nou, je zegt, je kan het allemaal vergelijken. Ja. Dat is niet waar. Oh, dat niet? Nee, je kan het daar per school opzoeken. Dat is super interessant. Ja. Het is ook een hele goede beweging dat we samen nadenken over welke verantwoording, letterlijk, leggen we af aan de samenleving. Wat wij graag zouden zien, is dat die data ook open beschikbaar komt. Want u denkt misschien, ik kan het online vinden, dus is het open.
Maar open betekent volgens ons dat het in formaten beschikbaar komt, waardoor programmeurs, zoals programmeurs uit ons netwerk, daar ook iets mee kunnen. De data, zoals je die ziet op Vensters voor Verantwoording, is best wel ingewikkeld. Okay. Als je je voorstelt dat een laag opgeleide ouder informatie wil inwinnen over een school en op Vensters voor Verantwoording terechtkomt, dat is lastig. Ja. En die data zouden we veel makkelijker beschikbaar kunnen maken. En wat wij ook graag zouden zien is dat de overheid niet zoveel geld pompt in dit soort systemen. Bijvoorbeeld Vensters voor Verantwoording heeft ruim 7 miljoen gekost. Dat is veel geld. Ja. En wij denken dat dat beter besteed is door de data die we verzamelen en die scholen aan ons geven, dat we die zo beschikbaar stellen dat allerlei programmeurs met die data aan de slag kunnen. Zodat je het ook in simpele tabellen en grafieken kan laten zien of in plaatjes. Maar dat is wel een interessant punt, want dan zeg je van nou, de data is er, maar de manier waarop Vensters voor Verantwoording dat vormgeeft, is ook een bepaalde interpretatie. Je gaat van data naar verhaal. Ja. Als je die data openstelt, kunnen andere mensen een andere vormgeving aangeven en hun verhaal vertellen. Ja. Maar er ligt dus nogal wat macht bij degene die het verhaal van de data maakt. Absoluut. En dan kun je wel zeggen, we gooien het allemaal open. Maar ja, dan krijgen die programmeurs van jullie een beetje de macht om te zeggen van welke school goed is en welke niet. Of zie ik dat een beetje? Ja, maar ouders zijn niet gek, hè? Nee. En kinderen ook niet, die een school gaan kiezen. Dus we willen wel weten, wat zien we nou precies? En die verantwoording, die ligt bij degene die het plaatje maakt, zeg maar. En de verantwoording van degene die de data aanlevert, dus de data-eigenaar, die ligt bij het bieden van de juiste context. Nou, wat je bij Vensters voor Verantwoording ziet, is dat scholen het lastig vinden, en dat snap ik onwijs goed, ik vind dat zelf ook geen goede ontwikkeling, dat er steeds lijstjes gemaakt worden. Ja. Dus we zien nu de vraag van RTL naar CITO-toetsen. En dan gaan we een lijstje maken van wie de beste CITO-scores heeft. Dat is helemaal niet interessant. Nee. Wat wel interessant is, is als we zien, wat is het rendement van een school? Wat voor soort kinderen, met welk niveau komen ze binnen en hoe gaan ze van die school af? En zijn die kinderen wel gelukkig? En hoe is hun sociale, economische ontwikkeling? En hoe, of bij hen thuis? En hoe is hun emotionele ontwikkeling op school? Dat zijn dingen waar ik veel liever inzicht in heb. Maar dat zijn vergelijkingen die je in principe wel kunt halen uit de data van de onderwijsinspectie, maar die zij niet laten zien. Nou, de onderwijsinspectie is daar meer en meer mee bezig om ook dat soort dingen in beeld te brengen. Van hoe sociaal vaardig bijvoorbeeld zijn kinderen, want dat is in deze maatschappij. Nou, we hadden het net even over de 21st learners. Ja, 21 learners. 21 learners, die zijn bezig met dingen. Dat is heel anders dan wat de CITO-toets test. En dat vinden we ook heel interessant. En hoe kunnen we daar dan inzicht in krijgen? Ja. En wat wij geloven is, hoe meer data je vrijmaakt, hoe beter je een verhaal kan vertellen. En één lijstje is totaal niet interessant. En wat wij nu in het netwerk zien, is dat de eerste veranderende lijstjes ontstaan. Dus u kunt als ouder of als docent of als leerling kunt u aangeven, dit vind ik interessant en dat. En dan gaat dat lijstje gaat wisselen. Oh, okay. Afhankelijk van wat jij interessant vindt en wat bij jou past. Ja. Ja, en dat is een stuk mooier. Want het kan de eerste indruk zijn van nou, die school doet het slecht omdat er een lage leraar-leerling ratio is. Ja. Maar als je dan ineens andere dingen ziet. En let wel, die apps zijn ontwikkeld voor een paar duizend euro. Okay. Ja. Dus met dezelfde data als bijvoorbeeld Vensters voor Verantwoording. Die 7 miljoen kosten. Nou, lekker. Maar ik kan me voorstellen dat als je daar bij OCMW komt, bij de onderwijsinspectie, en zegt van, we hebben een WOP-procedure, kom hier met die data, dat ze daar niet blij mee waren. Hoe ging dat? Nou, ik had ten eerste geen WOP-procedure. Oké. Okay. Ik had wel getwitterd dat ik de inspectie had laten scrapen. Dus dat we alle data van de website af hadden gehaald. Want ook bij de inspectie kun je per school kijken, maar niet scholen vergelijken. Dus we hadden eigenlijk een computer per school alle data laten ophalen en dat in één systeem gezet. En toen ben ik in contact gekomen met de hoofdinspecteur van het basisonderwijs in dit geval. En daar ben ik langs gegaan en hij zei, wat voor data vind je interessant, wat wil je hebben? En toen vertelde ik hem ook wat we gedaan hadden en welke data we al hadden. En eigenlijk stond hij daar wel achter. Hij ziet ook in dat dat wel de toekomst is. En hij wil ook samen met ons de context bieden aan die data. Dus wat dat betreft is het weinig strijd. Oké, dus we gaan wel mee in jullie verhaal. En je hebt er een nieuwtje over, hè? Ja, wij gaan die data die we hebben gescraped, dus van de inspectie, en we zijn nu ook bezig met het inladen van Duo-data. Duo heeft heel veel open online staan, maar dat zit in Excel. Die gaan wij inladen in een API, een online database, en vrijgeven per 29 juni. Ja. En dan gaan we samen in een datajournalistenlab met zowel de data-eigenaren, dus de inspectie en de Duo en het ministerie, als journalisten, als programmeurs, kijken van wat vinden we als we die enorme bak data bij elkaar leggen. Ja.
En daarmee aan de slag gaan. Ik zal het even vertalen. DUO, dat is de dienstuitvoering onderwijs. En een API, dat is een application online programming. Database, ja. Ja, inderdaad. Dus dat je zelf de interface erop kan maken. Hè? Dus, ja. Dus we hebben die rauwe data, maar de vormgeving vertelt het verhaal. En dan kun je dat dus zelf doen. Ja. Of eigenlijk iedereen. Nou, we kunnen eigenlijk zelf vragen stellen aan dat systeem. Zoals, hoeveel scholen zijn er op dit moment zwak? Nou, dat is dan zwak volgens de inspectie. Maar we kunnen ook gaan kijken van, wat betekent dan zwak? Ja. En dat is heel interessant. Ja, ja. Oké. Okay. Want net als dat leerlingen soms baat hebben zich slechter voor te doen dan ze zijn, zullen sommige scholen dat misschien ook wel eens doen. Hè? Want dan krijg je extra geld voor zwakke leerlingen. Of zie je dat niet terug in die data? Ja, wat we, kijk, ik zeg altijd, in het onderwijs zijn eigenlijk geen mensen die iets fout willen doen. Nee. Die op geld belust zijn of zo. Want ja, dat is niet echt in het onderwijs te halen. Daar weten mensen hier in de zaal alles van. Wat er wel interessant is dat iedereen wil dus het goede doen. Maar er gebeuren heel veel dingen waar we allemaal van denken, oeh, dat zouden we eigenlijk niet willen. En een van de dingen is inderdaad dat er geldstromen liggen, bijvoorbeeld bij kinderen met rugzakjes, waardoor scholen soms informatie doorgeven die niet helemaal juist is. Nee, ja. Okay. Wat heel goed te begrijpen is. Ja. Heb je al wat reacties gehad van scholen? Want ik kan me voorstellen dat er scholen zijn die zeggen van, nou, eindelijk iemand die kan laten zien hoe wij het wel echt goed doen of niet. Of krijg je ook juist weerstand, zo van ja, wie denken jullie wel niet dat je zijn om over ons te oordelen? Heb je al wat reacties gehad? Ik heb niet rechtstreeks hierover reacties gehad, maar ik kom op heel veel scholen ook door andere werkzaamheden die ik doe en ik praat daar heel veel over met mensen en mensen vinden het over het algemeen super interessant, juist omdat ik ook zie dat het belangrijk is om met elkaar de context te bieden. En als je alleen gaat kijken naar CITO-toets, daar ben ik ook niet voor. Ja. En dat is hetzelfde voor een school. Maar als je tegen een school zegt, wil je jouw verhaal bij de data vertellen, dan is iedere school geneigd om dat te doen. Want ook scholen willen laten zien, iedereen is en wil goed bezig zijn. Dus wat dat betreft. Ja. We hebben het over de toekomst van het onderwijs. Is de toekomst van het onderwijs dat alle data over alle scholen helemaal open is? Zolang het niet privacygevoelige informatie is, lijkt me dat een heel goed idee. Ja. En hoe voorkomen we dat we te veel naar de schermen kijken en niet meer naar de leerlingen? Nou, ik denk dat we er naartoe gaan dat we helemaal niet meer naar schermen kijken, maar dat ja, misschien 's ochtends als we binnenkomen om te kijken wat we moeten doen. Maar dat we niet dagelijks daarmee bezig zijn, maar dat juist al die data ervoor gaat zorgen dat we gewoon dit kunnen doen. En dat docenten niet hoeven na te kijken, maar met leerlingen bezig kunnen zijn. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, wat dat betreft is het leerling door de data centraal. Ja. Oké. Ja. Ja. Dankjewel. Aletta Baarman. Dankjewel. Ja. Ik hoop ze nog vaak terug te zien in mijn programma Hek de Overheid. Want ze doen dit bijvoorbeeld ook met data over cultuursubsidies, over ontwikkelingsgelden, dingen bij de omroepen en zo. In de zorg natuurlijk, hè. Daar gaat natuurlijk gigantisch veel geld in om en ook heel veel mis. En er wordt natuurlijk allemaal mooi gevormd zodat het er goed uitziet. Nee, open die handel, kijken wat er gebeurt en klaar. Goed. Pint en Thijs zitten nu bij. Ja, dat is wel leuk. De 21 learners, hè, dus de jongeren van die de 21ste eeuw gaan vormgeven. Af en toe zitten we even iemand anders bij en zo gaat dat. We hadden net nieuws al, maar Pim zit er nou bij. Hey, even een reactie op Quantified zelf en op onderwijsdata. Quantified zelf vind ik heel interessant. Want het is toch wel de toekomst dat je gaat meten wat je doet. En je ziet dat er nu heel veel als gimmick wordt gebruikt, dat het leuk is om te doen, om in een appje te zien hoeveel stappen je zet en zo. Maar mensen zoals hier stonden net, die doen toch wel bepalen de toekomst en hebben nu al de sensors die wij over 2 jaar misschien hebben, zeg maar. Ja. Dus dat is interessant aan Quantified zelf. En de Hek de Overheid vind ik ook heel interessant, omdat het dat gaat inderdaad over het vormgeven van data die vrijkomt en laat zien, geeft heel andere inzichten in wat er gaat gebeuren. Ja. Eigenlijk ja, en dat zie je in de klas ook, dat er worden wel allerlei systemen gebruikt en zo, maar leraren hebben vaak of geen idee wat het doet, of het zit zo dichtgetimmerd en is ergens aangekocht dat je er vrij weinig mee kan. Ja. En dat is interessant als dat open wordt. Oké, nou, dankjewel, tof. En dan nu een experiment. Toen we begonnen met dit project, hoorde ik termen als datagedreven onderwijs, en daar moesten ze even uitleggen. Toen kwamen inderdaad de lijstjes en toen moest ik, het eerste waar ik aan dacht, dat is bij mijn dochter op school, iedere keer als ze wat hebben gedaan, dan krijgen ze zo'n papiertje, moeten ze invullen met smileys. En zo'n lachende smiley is dan blauw, zo'n eentje met zo'n neutrale mond is dan groen en rood, die kijkt boos. En dat betekent, ik vond het niet leuk.
Ik dacht, daar moet ik iets mee doen. Hè? Dus we hebben inderdaad die stemkaarten voor de applicatie hiernaast. Daar kun je ook zo'n smiley aanvinken. Maar terwijl we hier staan te praten over het onderwijs, hebben we dus ook 4 docenten hier staan. Pow to the people, dat zijn allemaal muzikanten die ook lesgeven. Sommigen gewoon bij de kinderen thuis, anderen zitten echt op de popacademie, het conservatorium, allerlei plaatsen en zo, daar zijn zij de leraar. Nou, ik denk niet dat jullie iedere muziek kwantificeren met smileys en dat soort dingen, maar dat gaan we nu wel met jullie doen. We gaan de leraar eens een keertje terugpakken met de smiley. Ja, en daar hebben we dus een aparte applicatie voor. Nou, misschien kan hij het beste zelf even uitleggen. Hier komt hij, dames en heren, een hartelijk applaus voor Reboot Life. Dit is Willem en de VJ die staat daar. En ja, Willem, vertel me wat je gaat doen. Nou, wat we hebben gedaan is, Reboot Life is een improvisatieproject waarbij de dirigent, in dit geval ik dus, een afstandsbediening heeft waarmee ik de kleuren die bij iedere muzikant op hun borst worden geprojecteerd. En als het licht dan ietsje dimt, dan zien we dat ook daadwerkelijk. Kijk, dat zijn de kleuren. Nu zijn ze allemaal rood, zo zijn ze allemaal groen en zo zijn ze allemaal blauw. Nou, dat kan ik ook afzonderlijk regelen. Rood betekent, je mag niet spelen. Je moet stil zijn, ik wil niet dat je meedoet. Groen, en dan mag de band meteen mee gaan spelen, maar dat betekent, je mag iets heel kleins doen. Dus ik begin nu bij de drummer. Doe maar iets kleins. Ook een beetje spelen met de drummer. Beetje gitaar erbij. Groen is een beetje doen, maar blauw is echt volledig meespelen. Kan ze ook allemaal tegelijkertijd bedienen, dat is wel handig. En doen we even alleen toetsen. Thank you.
En zo zijn ze allemaal uit. Power to the people en Reboot Live. Goed. Straks aan het einde van het programma gaan ze nog even langer spelen. Misschien kunnen jullie zelf ook nog even een paar knoppen drukken of wordt het dan helemaal chaos? Oké, dan kun je hem zelf ook nog even uitproberen. Leuk. Leuk, goed. Straks, na de pauze, twee directeuren van twee verschillende scholen met verschillende visies over de toekomst van het onderwijs in het visiedebat. En we hebben de dames van de datateams van de Universiteit Twente. We hebben nu eerst gekeken van wat kan er allemaal met data, een beetje vrij alle kanten op. Na de pauze gaan we kijken wat gaan we nou werkelijk doen. Nou, ondertussen kunt u in de kleine zaal nog allerlei applicaties testen. U kunt sowieso heen en weer lopen. En over 10 minuutjes zie ik u graag weer terug. Tot zo!